Ja? Ken jij eitjes? Nou, ik maak vaak een ontbijt voor Berna en dan doe ik ook eitjes. Maar doe er veel eitjes in of niet? We doen er wel een paar stel eitjes in, hè? We hebben natuurlijk... Hoeveel? Nou, we doen wel een extra eitje erin, hè? We hebben nog wel spelers die zijn druk voor de kindertjes bezig. Dus dat moet een extra eitje. Dus dan doen we een extra eitje. We hebben natuurlijk onze Timootje nog, hè? Ja, die... Ja. Als er een rukwindje is, dan staat hij al buiten. Dus dan die staat druk zelf bij. Eitje erbij. Eitje erbij. Maar hoeveel eitjes? Nou, ik zou er toch wel een eitje of 4, 5 even doen. De club die punt de pak. We gaan weer uit ons dak. Hallo Europa FC. Dus dan moeten we natuurlijk eerst zorgen dat hij even lekker ingevet is. Hè? Ja. Want laten we eerlijk wezen, als het glad is, dan glijdt het lekkerder. Hè? Dat is logisch. Weet je dat Appie mijn achterbuurman geweest is? Dat is waar. Ja? Dat is waar. Dat was 40 kilo lichter. En van je euro rukt weer op de raam. En van je euro rukt weer bovenaan. De club die kunt te pak. We gaan weer uit ons dak. Hallo Europa FC Utrecht. Boter, ja, want nee, dat mag niet. Ja, nee. Ik heb met de diëtiste gesproken, met Esther. Ja, en nou zelf nog. Ja, ik ga het wel zelf doen, want het is wegwezen jullie. Ja, lekker. Zelletje pannenkoeken. Wil ik je zo'n man helpen?